In het Duitse programma Ein Promi, Ein Joker vertelt Sylvie dat ze het alleen maar leuk vindt dat Damian een relatie heeft. Ik hou van de liefde en ik gun mijn zoon dit ook van harte. Ook is de presentatrice naar verluidt geen hysterische mama en bemoeit ze zich verder niet met de relatie van haar zoon. Zolang ze goed is voor mijn zoon ben ik gelukkig. Op Instagram deelt Sylvie eerder deze week een kiekje van haar en haar schoondochter. Hieronder schrijft ze Family Vacation Time, wat dus zou betekenen dat Damians liefje mee is op vakantie. Momenteel zijn ze in het Franse Saint-Tropez. Sylvie wordt in het gesprek ook gevraagd naar drugs. Ze is nou eenmaal een Nederlandse, maar haar antwoord voldoet niet aan het stereotype: ik heb nog nooit in mijn leven een joint gerookt en ik heb ook geen drugs gebruikt. Een plakje spacecake zit er bij de presentatrice ook niet in. Toch sluit Sylvie het niet 100% uit, wie weet ooit wel, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ook vertelt ze dat mensen haar soms onterecht als een diva zien. Ik geloof dat ik makkelijk in de omgang ben. Met mij kan je goed praten en ik heb verstand van veel dingen. Volgens Sylvie hoeft het ook echt niet allemaal op haar manier te gaan. Ik ben echt niet zo iemand die zich vasthoudt aan mijn beeld van hoe iets moet zijn, maar ik wil wel dat het professioneel gaat als we aan het werk zijn. Verder ben ik een relaxte meid.